bastard. Vandaag ga je naar de spelregels van Conspiracy. En er zijn vijf verschillende versies van, vijf doosjes eigenlijk, van iedere factie in het spel. En ik heb natuurlijk gekozen voor de blauwe. Want dat is mijn spelerskleur en mijn favoriete kleur in de meeste spelletjes. Laten we eens kijken naar de spelregels. Of je weet wat ik ervan vind, dan moet je zeker doorkijken tot het einde van de video, want daar ga ik een review geven van dit spelletje. Ongeacht de kleur van de doos. Meng de Lordkaarten en vorm een gedekte trekstapel in het midden van de tafel. Laat voldoende ruimte over om 5 verschillende aflegstapels te creëren. Meng de locatiekaarten en vorm ook een stapel. Draai de bovenste kaart open. Leg de pion van de parelmeester en het parelspoor ook in het midden van de tafel. Leg de markeersteen op 0. Je hebt 2 kanten aan dit kaartje. Elke speler ontvangt 5 fiches in de 5 verschillende kleuren en legt die voor zich. Kies dan nog willekeurig een startspeler en we kunnen aan het spel beginnen. Voordat ik ga ingaan op hoe een beurt in zijn werk gaat, wil ik eerst even kijken naar hoe je kaarten moet leggen die je neemt. Dus de Lordkaarten, ik zal zelfs duidelijk maken hoe je eraan komt, die komen altijd te liggen in een trechter. Maar je bent verplicht om de eerste kaart hier te leggen. En vervolgens ga je zo het rijtje af. 1, 2, 3, 4, 5. En dan gaan we hier terug verder met 6, 7, 8, 9 en zo tot 15. Dus op het einde van het spel ga je maximum 15 Lordkaarten hebben. Oké, nu we dat weten, gaan we even kijken naar een beurt. Jouw beurt bestaat altijd uit 2 stappen. Te beginnen met de jongste speler dus en dan gaan we de tafel rond. De eerste stap is het recruteren van lords. Er zijn verschillende methodes voor. En de tweede stap is die kaarten in jouw senaatskamer leggen. Dus dat is dat trechtertje dat we net hebben gezien. Als je als eerste aan de beurt komt, heb je maar 1 optie en dat is kaarten rapen. Maar je kan wel kiezen of je er 1, 2 of 3 raapt. Je moet echter op voorhand beslissen hoeveel je er wil nemen. Ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik neem er 3. Dan mag je 1 van die kaarten eruit kiezen en die leg je in jouw senaatskamer. Bijvoorbeeld deze. De andere komen op de aflegstapels te liggen per kleur gesorteerd. Ben je de eerste speler die een parel neemt, dan word je sowieso de parelmeester. Dan leg je deze markeerfiche op het aantal parels dat je hebt verzameld, dus 1 in dit geval. Vanaf het moment dat een speler evenveel of meer parels heeft, dan wordt hij de parelmeester. Dus deze krijg ik voorlopig, dat zijn op het einde 5 punten. Stel dat een andere speler nu in zijn beurt 3 parels neemt, dan gaat deze markeerder naar 3 en dan gaat dit naar de andere speler. Ben je aan de beurt en er liggen al kaarten op de aflegstapels, dan mag je in plaats van kaarten bij te rapen ook zeggen ik neem alle kaarten van 1 kleur. In dit geval is dat er maar 1, dus ik zou kunnen zeggen ik wacht. Maar als ik raap, dan kan ik dat niet meer doen. Nu kan ik bijvoorbeeld zeggen ik neem deze en die komt daar te liggen en de volgende speelt het weer. En dus nu kan iemand zeggen die aan de beurt komt, ah ik ga deze 2 nemen in dezelfde kleur. En dan moet hij ook deze meteen in zijn senaatkamer leggen. Op een volgorde naar keuze. Heb je door het nemen van een groep van kaarten meer dan 15 kaarten, dan beslis je welke je houdt en de andere gaan weg. Wanneer je een kaart toevoegt aan je senaat van een kleur die je nog niet hebt, dan ga je sowieso het overeenkomstige kleurfiche daarop leggen. En vanaf dan ga je iedere keer moeten controleren of er nog een kaart in die kleur komt die hoger is. Dus bij de paarse kaarten was deze de hoogste. En zolang er geen 5 of 6 komt, moet die daar ook op blijven liggen, want dat zijn de punten die ik scoor. Tel ook altijd even hoeveel parels je hebt liggen. En is dat evenveel of meer dan het aantal parels dat de parelmeester heeft op dit moment, dan word jij op dit moment de parelmeester. Schrijf ook altijd het markeerfiche verder wanneer je meer parels haalt dan jouw directe tegenstander. Wanneer je een tweede sleutel verzamelt, moet je altijd even controleren of die sleutels 2 verschillende kleuren hebben. Er zijn gouden sleutels op de kaarten met 2 en er zijn zilveren sleutels die op de kaarten met 1 staan. Heb je van elk 1 sleutel, dan mag je nu een locatiekaart nemen. Heb je 3 sleutels die je nog niet hebt gebruikt, dan mag je er ook. Maakt niet uit welke kleur ze dan hebben. Dus dan kies je een locatiekaart, ofwel één van degenen die er open liggen, ofwel opnieuw hetzelfde systeem trek je er 1, 2 of 3. En daar kies je er eentje uit, maar dan mag je niet meer die nemen. En de andere komen op de aflegstapels te liggen, alleen moet je ze hier niet sorteren per kleur. Die locatie leg je dan op de laatste genomen sleutel, dus in dit geval deze. En dan weet ik dus dat ik de sleutels hiervoor niet meer kan gebruiken. We weten nu al wat de nummertjes 1, 2
en nummertjes 3 en 4 doen. Dat zijn 1 en 2 parels namelijk. Je hebt ook nog de nummers 0, 5 en 6. 0 gaat het volgende doen. Je mag 2 kaarten wisselen van plaats, maar dat mag niet een kaart zijn met een sleutel op. Ah ja, nee, want dan kan je die opnieuw gebruiken. Dat gaan we dus niet doen. Je mag dus wel deze kaart zelf verplaatsen. Dus ik zou bijvoorbeeld dit kunnen doen. Dan zijn er ook nog kaarten met 6 op, die met 5 zijn er niet. En dit symbool wil dan zeggen dat jij, als je deze neemt en in jouw senaat legt, dat je nog een andere kaart moet opendraaien voor op de aflegstapels. Dus daar hebben jouw tegenstanders vooral iets aan. Dan hebben we eigenlijk alles gezien wat de Lord betreft. Dan hebben we nog de locatiekaarten en hun speciale acties. Ik ga ze niet allemaal uitleggen. Ik ga gewoon even zeggen dat er twee soorten vaak voorkomen. Dat zijn deze. Dan krijg je 1 punt en 1 punt voor iedere kaart met een paarse kleur. En die heb je voor iedere kleur. En je hebt iets soortgelijk. Deze. Hierbij scoor je het grootste aantal punten van jouw paarse kaarten. Dus ik heb er hier 1 van 4, 1 van 2 en van 1. Dus dan zou ik met deze kaart 4 punten scoren. Je hebt ook speciale kaartjes zoals deze. Waarbij dat je, als je deze koopt, al jouw andere spelers totdat je terug aan de beurt komt. Dus verplicht om 2 kaarten te rapen en er eentje te kiezen. Ze kunnen dus niet van de aflegstapels nemen. Totdat jij terug aan de beurt komt, dan vervalt deze regel. En dan heb je ook nog andere krachten die wel tot het einde van het spel gelden. In dit geval, iedere keer dat jij een locatiekaart moet nemen, mag je niet een van deze kaarten nemen, maar mag je gewoon in de trekstapel kijken naar een kaart die jou interesseert. Vergeet daarna dus niet te schuffelen. Of wat denk je van deze locatiekaart waarbij je gewoon 2 sleutels nodig hebt om een nieuwe locatie te mogen nemen, dus het maakt niet uit welke kleur ze hebben. Het spel eindigt wanneer iemand zijn 15e kaart heeft genomen. Dan krijgen alle andere spelers nog 1 beurt en dan gaan we tellen. Hoe werkt dan de eindtelling? Wel, je gaat sowieso de punten krijgen van iedere kaart waar het fiche op ligt. Dus deze gele is 4 punten waard. Dus dat is sowieso de hoogste. 2 voor deze, 1 voor die, dat is al 7. Plus 6 voor deze paarse, 13. 15 voor de fiches. Dan krijg je eventueel de punten, als je de parelmeester bent, krijg je 5 punten bij. De punten voor de locaties, dat is 3 punten hier. Dit is 1 plus 1 voor iedere blauwe, dus dat is nog eens 4 punten. En deze is 1 plus 1 voor iedere paarse, dat is 1, 2, 3, 4, 5, 6 punten. En dan scoor je nog je grootste aaneensluitende groep. Dat is in dit geval ook weer paars, want dit is de grootste groep die verbonden is, zou je kunnen zeggen. Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5. Maar iedere kaart daarin scoort 3 punten, dus dat is zomaar eventjes 15 punten. En dat heet dan de coalitie. Moest er naar verwezen worden door bepaalde kaarten, dan weet je dat. Moest het een gelijk spel zijn, dan wint de speler met de meeste parels. En anders blijft het een gelijk spel. Ja, wat vind ik van Conspiracy in de Abyss Universe? Ik vind het eigenlijk een heel geinig spelletje. Er zit een beetje geluk in met welke kaarten je trekt. Er zit ook heel wat tactiek in, toch wel. En dat, ja, voor een fillertje is dat de perfecte balans tussen die twee. Het ziet er prachtig uit. Het was alleen heel moeilijk om te kiezen welke doos wil ik nu. Ja, blauw is mijn lievelingskleur, maar is dit ras mijn lievelingskleur? Ik weet het niet. Waarschijnlijk niet eerder, maar ja goed. De entertainment komt vooral van toch wel prangende keuzes. Hoeveel kaarten wil ik trekken? 1, 2 of 3, want als ik er meer trek, geef ik ook meer aan een tegenstanderpotentieel. Maar ik heb ook meer kans dat er iets goed tussen zit voor mij. In het begin is het misschien nog niet zo belangrijk, maar naarmate het spel vordert, ben je toch wel op zoek naar specifieke dingen. Dus je kan zeggen, ja, boeit me niet wat anderen krijgen, ik wil gewoon iets goed krijgen, ik trek 3 kaarten. Als andere spelers ineens veel kaarten van dezelfde kleur kunnen nemen, dan gaat het spel ook sneller gedaan zijn. En dat kan wel in jouw nadeel zijn als je de hele tijd 1 kaart neemt. Je kan strijden voor de parels. Is dat de moeite waard, die 5 punten? Wel, als niemand ervoor gaat, wel. Als je er iedere beurt voor moet gaan om dat te halen, is het misschien niet de moeite waard. Je moet met redelijk wat dingen rekening houden. En het is niet één ding dat er echt bovenuit steekt, maar je moet alles in goede balans brengen om dit spel te kunnen winnen. De locaties, dus door de sleutels te verzamelen, moet je ook locaties openen. En die maken ook een wereld van verschil. Dat heb ik al kunnen winnen door goede locaties te hebben van de start. Qua toegankelijkheid is ook heel simpel om aan te leren. Er zitten weinig moeilijke regels in. Het is even wel zoeken in het begin, zoals bij ieder spel. Maar bij deze ben je heel snel weg. Om het goed te spelen, ja, ik zeg, het is de dingen in balans houden. Dus
Door het vaker te spelen ga je een beter idee hebben en met dezelfde groepen vaker te spelen ga je ook weten hoe anderen gaan redeneren en dat draagt ook weer bij aan een ander spel dan gewoon een keer dat je met die groep speelt. Zit er veel herspeelbaarheid in het doosje? Misschien niet. De locaties maken het wel verschillend, maar voor de rest is het een heel eenvoudige filler. En dat is misschien wat je verwacht als je dit doosje koopt. Dus, alles bij elkaar genomen vind ik dit een geslaagd spel. Het volgt dezelfde trends van het spel Abyss, want dat heb ik nog niet gezegd. Het is in de wereld van Abyss. En die had ook verschillende covers. En ook stond er de titel niet op de doos, net zoals hier eigenlijk. Dus ik vind het leuk als ze die lijn hebben doorgetrokken, maar voor de rest heeft dat er weinig mee te maken. Het speelt zich effectief in hetzelfde universum af, zonder dat de spelregels gelijkenissen vertonen. Dus dat is een geslaagd experiment, wat mij betreft. Bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer en dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye.